Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Grand Colosseum met Nando. Jazeker. Nando is mijn steun en toeverlaat. Hij noemt alle story op. Oh, die Sunflora is er een of niet? Volgens mij is hij in de originele ook een. In de originele niet, maar ik denk wel dat dat hem is. Oh nee, nee, het is volgens mij is het de Gloom, want normaal krijg je toch een Fireplume. Oh, één momentje hoor. Oh nee. Het is wel zo'n Flora. Ik weet het ook allemaal niet meer. De Umbreon, die doet even kijken. Bite de Gloom maar even. Oké, okay, even de melding dat ik op de deur moet letten. Oh, let jij eens even op de deur. Ja, medicijnen. En het was de? Het was de Sunflora. Sad. Nee, want er is geen Shadow Gloom. Oh. Je hebt normaal gesproken Noctowl, dan heb je Slugma, Mistreavus, Flaffy, Quagsire. Oh ja. Misschien is dit in plaats van de Quagsire. Ja, zou kunnen, wel jammer, want ik heb liever een Quagsire dan dat ik een... Snap ik. Of het was Skiploom, dat kan ook. Maar ja, dat nog steeds. Dat erin. Ja, dat is niks aan de hand. Niks aan de hand, ding. Bite the Umbreoning. SMS Umbreon. Umbreoning. Het is zo mooi, het is stom. Je zou ook nog Helping Hand kunnen gebruiken, dan doet je misschien meer damage. Ja. Maar dat is een keuze. En de keuze is weer een hyper mode, dat gaat wel snel zo. Dan kan ik hem straks wel purify als ik een agate ben. True. Trouwens, als je Mon in hyper mode zit. Ja. Dan heeft hij een grotere kans om te critten als hij Shadow Rush doet. Oeh, oké. Okay. Maar ik doe hem liever callen voor de ding. Snap ik, snap ik. Dat laat ik lekker in jou over. Dust talks. Talks in de dust. Talks in de dust, ding. Nou, zijn flora zou ik sowieso niet vangen. We moeten niet alles vangen. Nee. Oh. Wil jij 100% run doen? Nee, dat vind ik niet. Nee, dan ga ik de Sunflora gewoon niet vangen. Dat kan natuurlijk ook. Ik was al helemaal bezig van, ik moet die Sunflora vangen. Uit automatisme, denk ik. Ah, misschien als je het item wil, maar ik weet niet wat het item is. Miracle Seed. Gumbasket! Joehoe! Zo. Hoppatee. Kan ik al mijn volgende move, of niet? Fireblast of zo. Doe er liever Flamethrower dan. Maar... Ik denk misschien Blazekick. Blazekick? Nee, die ligt gewoon door de op. Oh, dat is Sky Uppercut trouwens ook niet. Of wel? Nee. Nee. Volgens mij is dat ook pas vanaf Gen 6. Jezus, wat deed dat veel? Sky Uppercut? Nee, die heeft in Gen 3 heeft Blaziken ook al Sky Uppercut. Oh, in. Nou. Oh, Feather Dance, maat. Ja. Meestal is de laatste move het meest handig. Hoppatee, weg met je Dustox. Op bakken. Inderdaad. Dat was de zonnebloem. Allee. De zonnebloem doet mega drain. Van de bloem in zijn bek dicht houden, bij de bitch. Het kan haast niet of ze hebben Mega Drain gebufft. Ja. Dat deed zoveel. Ik ben nu tegen die trainer aan het vechten waar je hierna moet vechten. Oké. Okay.
ging even kijken wat de rest alvast was, maar... Don't verklapping it. Nee, zou ik zeker niet doen, maar het wordt wel een interessante battle, denk ik. Holy crap. De eerste move die Crowfowl krijgt is Dragon Breath. Wat? Wauw. Wow. Perra, hè? Zo, dat deed ton toe veel damage. Holy shit. Nu even normaal, stomme zijn Flora. Wauw. Wat ik wel jammer vind is dat je geen experience krijgt als je iets vangt. Er zijn zoveel momenten dat je iets moet vangen. Geef dan nog even dit extra beetje XP. Lezen. Even SPNB. Mooi. Er is weer dit gevallen van drie. Double Inks. Ja, ik ga even hem weer openzetten. Dat moet gelukkig maar twee tellen. 1, 2, 3. Oké, het zonnebloemetje is gone. Ah, mooi. Weer een crit. Nou, daar gaat de citrus berry van de furret. Tijd om te healen. Woe. Eerst maar eens voor de healing. Ook even healing. En dan ga ik zo meteen nog twee van die pocket monsters tegenkomen die ik misschien wel wil vangen en misschien ook niet. Inderdaad. En dan kunnen we weer verder met de story. Precies. Kijk, ik heb die gast nu gedaan en daar heb ik de shadow van gevangen. Maar ik denk niet dat ik die in mijn team ga doen. Ik deed meer zo van, hij was irritant om te killen. Gomeropping. Bandana guy, die wel. I love bandana die. Wish cash en cider. Is het de cider, ja. Ik zeg ik niks. Oh, de wish cash, die wil ik wel in mijn team. In ieder geval voor nu. Hij heeft wel één goede move. Volgens mij de health items van deze mons allemaal zijn gewoon berries. Ja, kijk, dat is al de goede move die ik bedoelde. Heerlijk. Ik kan sowieso genieten van de muziek van de hele dag. De hele dag Pokémon Colosseum en XD muziek. Ja, ik hou ook wel van de XD muziek, of de Colosseum en XD muziek. Yes. Kijk, er komt de Flaaf. Flaaflip. De Flaaflip. Ga je ze ook nog nicknames geven? Nee. Nee, doe ik ook nooit. Modderig water? Alweer? Weering. Krijg de tering. Inderdaad. Muddy water is vanwege de accuracy ook wel echt goed. De accuracy is slechter dan surf, maar het is best wel een goede move. Ja, maar ik bedoel, hij dropt accuracy. Dat bedoel ik eigenlijk. Zo bedoel je. Dan wel inderdaad. Side exit. Oh, dit is kut.
Oeps. Ja, dat komt omdat die Psyduck die Whiscat surft en die critter. Shit. Hey, je zou het later nog kunnen vangen. Volgens mij kan je hem niet gelijk nog een keer rematchen. Wat een gezever. In ieder geval weet je nu wel wat hij heeft. Ja. Lightning Rod took the attack. I love those words. Ik ben benieuwd wat voor nutteloze aanval Grovan na Dragon Breath krijgt. Lead Seed. Oh, dat zou nog niet zo nutteloos zijn, vind ik, aan de mensen. Ik heb liever Lead Seed dan Feather Dance. Misdreavus en Lava. Oh, dat is de Misdreavus. Nou, die zou ik wel willen. Hij kan nog niet evolueren, maar hij is best wel, ja, decent. Daar zijn ze nog meer ghost types hebben toegevoegd. Volgens mij is in de original zit de Misdreavus ook, toch? Ja, en dat is daadwerkelijk de enige ghost type Shadow Pokémon. Oh, toch. Hey, Heatwave. Oeh. Dat is nog wel een hele goeie. Vooral in double battles. Ja, alleen zal het waarschijnlijk Umbreon ook raken. Nee, volgens mij hit dat alleen de opponents. Oh, dat zou mooi zijn. Oh, confused. Nee, ik weet het. Burnt? Ja, burnt. Oh, joh. Nice. Burnt? Ja. Oeh, ja, het is een kans van burnt. Maar kwam in de buurt. Precies. Easy weenie. Iets tegen Dragon Type zo meteen. Kijk, dat is kind of kut. Wil je de typing weten van Misdreavus? Nou, dat zie ik zo wel als ik hem heb gevangen, denk ik. Nou, trouwens, nee, dan moet ik naar de box, zeg maar. Ghost Fairy. Oh, dan gebruik ik hem. Dan gebruik ik hem. Ik zie geen reden waarom een Fairy zou moeten zijn, maar het maakt niet uit. En oh, Delcatty is ook fairy nou, of niet? Dat weet ik niet. Ik merk maar ik zag die van de streepers, die zag ik toevallig. Ik heb dat document alweer gesloten. Ik wil niet al te veel weten. Wel een klein beetje, dat wel. Oef, het heeft body slam. Oeh, nice crit. Oké. Okay. Dit zo, tuurlijk heb je jezelf een fusion arm of niet? Oh, maat. In ieder geval ben je wel sneller. Dat klopt. Zo jammer hè, voor de XP ook weer. Ja. Ik denk dat Delcatty wel redelijk wat experience had gegeven. Ja, daarom. Ik zit eigenlijk wel te denken of ik Umbreon en Espeon inmiddels uiteindelijk wel in mijn team wil houden. Ik denk het niet. Ja, dat kan. Ik kan ze gewoon droppen. Nu zijn ze nog redelijk handig. Ja, ja, ze zijn een beetje de enige normale Pokémon. Als in niet Shadow.
Even kijken. Het is een beetje lastig. Wow, zingende Nightwing? Ja, zeker. Dat gebeurt ook wel eens. Spannend, spannend. Oh, die Mistrievers lijkt me zo goed, Milan. Ik ga hem ook in mijn team doen. Dat ding heeft Will-O-Wisp en Shadow Ball. Wat? Oh. Ik denk alleen dat ik deze battle ga verliezen. Dat is sad. Ja. Even kijken. Oeh. Weet je welke item de Miss Reeves heeft? Oh, dat zag ik net niet. Een spell tag. Oh. Maar ik ga hem wel een XP share geven. Ah, die wordt super handig. Die boost op Ghostlight moves kan hij wel gebruiken. Precies. Dit zeker. Oh, Whiskash overleeft. Nice. Oké, okay. Help me out. Wat gaan we doen? Oké, we gaan praten met de eigenaresse van de Colosseum. Zij? Ja. Never mind, sorry. Ik bedoel de guy naast. Met hem, ja. Dan gaan we naar de guy met groene haar, de gatekeeper. Oh, ja. Yeah. Nou, en dan gaan wij hem een beetje pressuren van, joh, jij hebt informatie over Mirror B, wat is gaande. Mm-hmm. En wat is er met het Colosseum. En dat gaat hij ons vertellen als we hem verslaan in een Pokémon Battle. Doen we wel even. Ja, dat doen we zeker even. Nou, en als er dan problemen zijn in het land of zo, dan weet je hoe ze dat oplossen in de Pokémon wereld. Met een Pokémon battle. Met een Pokémon battling indeed. Curlia en Kadabra. Armor Whiskash. Oh ja, ik heb nog een doen. Nice. Och, weer een Pokémon die mag gaan. Curlia! Oeh. Dat is een leuke. Die ga ik misschien in plaats van Espeon gebruiken dan. Ja, dat is wel een goeie inderdaad. Oh ja, dit was dom. Doei! Alleen, Combusken is wel volledig weird. Oh joh, hij overleefde een crit. Nu niet meer, denk ik. Ja, nu niet meer, nee. Die crit overleven we niet. What the fuck, ik gooi 3 van die Great Balls met die bal doet. Ik gooi 1 Pokeball, hij zit. What the fuck. Dat is gewoon hatering. Dat is zeker hatering. Duurt het nog lang voordat we naar Agate Village mogen eigenlijk? We gaan zo meteen naar de Colosseum. We moeten een ronde van de Colosseum natuurlijk doen. Oh ja. Moeten we dat gebouw door. Dan verslaan we Mirror B. En dan gaan we naar Gate. Dan moeten we nog tegen de Cypher Pions vechten. Maar daarna kunnen we zeg maar Shadow healen. Purifyen. Okay. Ik vraag het omdat ik eigenlijk dinges wil. Hoe noem je dat? Espeon wil vervangen voor die Curlia. Ja. Snap ik. Ja, of je moet hem gewoon heel veel gebruiken, die Shadow Gates naar beneden werken. En dan heb je in ieder geval een goede vervanger. Ja, precies. Die Psychic heeft. Maar ja, ik snap wel waarom je het vraagt. Kijk, ik ga nog die andere gast doen, die het niet had gedaan. Die normaal gesproken de sluk maar heeft. Voor Sander. Ja, deze denk. Voor jou, joh. Calm is leuk, man. Calm is leuk, man. Ben al
Gator Kidlon. Oh, dit zou nog wel een beetje snap kunnen zijn. Ik ben benieuwd wat Sander hiervan vindt. Als het daadwerkelijk die mon is. Oké, de Slugma is vervangen door Magmar. Oké. Dus ja, sorry Sandring. Hij is gewoon vervanging. Wel een beetje damage doen op die Magmar en dan van. Nee, niet Confuse Ray op de Furret. Dat is mijn hard hitting Pokémon. Doe maar. Godverdomme. Oh, je kan geen Shadow Rush meer gebruiken. Nice. Wat moet je dan? Struggle? Kalen. Kaling. Sluk maar kalen. Sluk maar kalen. Klinkt goed. Dat Furret nu ook Ground-type is. Curlia heeft gewoon ook al de move Psychic. Wauw. Dat is juist mooi. Oh, je doet echt daadwerkelijk Struggle. Ja. Yeah. Wist je dat de tweede move van die Whiscash dat Bulldoze is? Wat een tandpoest. Nou, kom op Curlia, ga er even in. Echt hoor. Kijk, die Magmar ging er bij mij in, dus dan moet Curlia er ook wel in kunnen. Nou zeg, wat een disrespect. Echt hoor. Kan toch niet dit? Machoke niet daddy, of was dat Paddy? Iemand, ik zei dat ook wel eens, Machoke. Iemand zou het zeggen. Ach, vergeet ik elke keer. Oh. Oei, training is. Maat! Dat hij alleen maar struggle kan. Kijk, daar gaat mijn choke. Ja, maar hij heeft nog een Pokémon. Nog een Pokémon. Ja, wat een 4. Een Ivysaur. Oh, ik ga wel snel neer. Een Psychic. Een Confusion. Godverdomme. Oh, en dan target die natuurlijk niet de Mistrievous. Nee. Godverdomme. Dat
Gelukkig heb je een full team, dus nou ja, ik moet er wel even hier gaan. Dus kom weer. Duurt lang. Duurt te lang. Sta hier al een tijdje. Duurt te lang. Shadow Rush. Wat was, is daar de reden van? Had hij al een keer Shadow Rush gebruikt? Die Noctel die komt net op het veld. Wacht, klik er nog eens op? Oh, de move is gesealed. Dus waarschijnlijk heeft die Curia of zo Imprison gebruikt. Ja, die heeft Imprison gebruikt. Daardoor, ja. Daardoor kan niemand meer Shadow Rush gebruiken. Dat was slim. Okay. Maar dan doe je gewoon hypnose op de Curly aan, dan heb je zo meteen meer kans dat hij in de bal zit. Wel irritant dat je alleen maar struggle kan gebruiken. Yeah. Ja. Sweetie, wallflower. Kijk, hoppa. Vangen die haap. Kom op, Curly, ja, je kan het. We kunnen doen dit. Nee! Oh. Dat doet wel echt heel lastig. Ik denk dat we zomaar 50 parts met deze game bezig kunnen zijn. Ja, die kans is best aanwezig, ja. Maar dat komt dus omdat ik vind ook gewoon de game echt nog steeds heel erg traag. Ja. Ach ja. Kan gebeuren. What the freak? Dat ding heeft dubbel wingbeat. Ja, ik weet niet waar je het over hebt, hè. Ja, ik moet tegen Golbat en die heeft dubbel wingbeat. En ik ken die move alleen maar van Salamence. Die leert. Fusion, een beetje hap. Je wordt niet best. Jezus Christus. Hey, in ieder geval, met die bal doen glitch, ben je nul van je ballen kwijt. Geen enkele Pokéball heb je gebruikt. Maar toch wel. Soort van. Okay. Deze aflevering duurt best lang, maar ja, ik zit midden in een battle. Ik ga niet stoppen. We gaan natuurlijk niet stoppen, totdat die hier Curly aan gevangen is. Wij zijn Zeus, we stoppen nooit. Maar echt. Dat vind ik een hele mooie. Ah, je hebt in ieder geval al damage gedaan op die Curly, ja, dus nu moet hij er toch wel in zitten. Ik kan gewoon beter niks zeggen. Wat een kutspel. Weet je waar ik nog geluk mee heb? Ja. Dat de Curly nog steeds slaapt. Ja, dat wel. Ja, je hebt nog Noctowl op het veld. Ik ga mijn pond even healen, denk ik. Jezus, dat is die Ivy's hoor. Ook dat deed echt, dat hielde bijna niks. Wat gebruikte je? Super Potion. Ah ja. Ja, 60 HP. Kak. Tuurlijk. En hij doet Psychic. Ah.
Ah, nou ja, valt nog wel redelijk mee. Ik hoop dat die hypnosis raakt. Die poison damage is ook wel echt killing. Hoppa. Oh. Sludge op de misdrieven is weg. Ja. Oh nee. Oeh, maar nog een leven nog. Oh, toch niet. Niet cheat. Ik ga deze gewoon niet winnen. Iets te snel gezegd. Maar hij is wel lastig. Weet je wat ik ga doen? Dan... Ik ga pokeballs gooien die ik nog heb, die drie. En dan kijken of hij erin gaat. En dan kijken of hij erin gaat. En als hij er dan in gaat, hoef ik als ik hem zo meteen bevecht, in ieder geval die curly eigenlijk te doen. Inderdaad, en dan kun je gewoon alles zien slaan. Ergens zou ik best wel boos worden als hij er nou al in had. Begrijpelijk. Nee, jammer. Oké, volgende poging in de volgende aflevering. Of niet? Inderdaad, ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Wij gaan ons best doen om de volgende aflevering, die Curlia, wel te kunnen vangen. Adios, amigos.